Vandaag test ik wat gezellen hun meest comfortabele e-bike noemt. Maar op de redactie waren ze sceptisch. Ze zeiden al die gazelles die lijken op elkaar. Misschien is dat wel zo in de eerste instantie als je ernaar kijkt. Maar vandaag ga ik je laten zien dat deze fiets andere componenten heeft en daardoor een ander karakter. En welke componenten zijn dat? En waarom is zo'n premium e-bike überhaupt zo heel erg duur? Hoi, hier David van Bright. Vandaag test ik de Gazelle Avignon C380 HMB LTD. Een hele mond vol. Dit is de derde Gazelle e-bike die ik in anderhalf jaar test. Ruim een jaar geleden begon dat met de Gazelle Ultimate. Dat was de eerste sportieve fiets van Gazelle die ik ook nog mooi vond. Het was een breed inzetbare fiets voor zowel woon-werkverkeer als voor die fietsvakantie. Een paar maanden geleden testte ik de Gazelle Grenoble C5. De Grenoble is Gazelle's best verkopende fiets. Het is een hele comfortabele fiets en dat komt met name omdat je helemaal rechtop zit. Deze Avignon combineert het beste van de Ultimate en van de Grenoble. Namelijk van de Ultimate het fraaie design en het wat sportieve karakter. En van de Grenoble die rechtop zithouding. En net zoals ik in de Ultimate video al zei, het is een fraaie fiets, maar het is geen designfiets zoals een Van Moof, een Cowboy of een Mokumono. Maar ik vind deze fiets ook veel fraaier dan die Gazelles van een paar jaar geleden. En dat geldt sowieso. Die oer-Hollandse merken, ook de concurrenten, maken steeds mooiere fietsen. Maar misschien zeg jij net zoals zijn collega's, al die Gazelles zijn één pot nat. Ja, dan moet je toch echt even wat langer naar die fiets kijken en dan zie je echt verschillen. Om te beginnen het design. Ook deze Avignon heeft een heel mooi ontworpen frame. Dat begint bij dat balhoofd wat naadloos overgaat in die downtube. Dan gaat hij naar de liggende achtervork helemaal door tot in de drager. Dat vind ik echt heel mooi gedaan. Nou lijkt het misschien op de Ultimate, maar als je goed kijkt zie je dat het heel anders is. Deze liggende achtervork die zit een stuk hoger. Dat heet een raised chainstay design. En dat is vrij uniek. Als je bij de Ultimate gaat kijken, dan zit deze liggende voorvork tussen dit punt en de achteras. En deze zit dus hoger. En dat geeft hem eigenlijk een wat sneller uiterlijk, wat stoerder. Ik vind de naadloze integratie van het balhoofd van deze Avignon in die downtube eigenlijk nog mooier dan die van de Ultimate. En die kabels zijn nog fraaier weggewerkt, die gaan hier al het frame in. Wat ik ietsje minder mooi vind, zijn deze lasnaden. En ik heb gevraagd waarom dat is. Waarom kunnen ze dat hier wel mooi wegwerken en daar niet? Ze hebben een analyse gedaan dat als ze die lasnaden weg gaan werken, dan verzwakt dat het frame een beetje. Dus het is een technische reden. Als je naar het doorstapmodel van de Ultimate kijkt, dan heeft hij hier nog een stang. En dat is om de stijfheid van het frame te bevorderen. Maar ja, dat is minder comfortabel, want dan kan je niet makkelijk doorstappen. De Avignon heeft een lage doorstap. Dat is heel comfortabel, kan je heel makkelijk doorstappen. Nadeel van zo'n lage doorstap is dat het enigszins ten koste gaat van de stijfheid van het frame. Dat merk je als je bijvoorbeeld met losse handen fietst. Dan heeft hij een soort trilling, een resonantie in het stuur. Is niet heel storend, maar het is wel aanwezig. Maar aan zo'n fraai vormgegeven frame hangt natuurlijk wel een prijskaartje van €4.499. Wat? Hoeveel? Doe even normaal. Ben je van de pot gerukt? Dat soort comments kom ik heel vaak tegen bij de video's van premium e-bikes. En ik begrijp het ook heel goed, want dit is gewoon niet voor iedereen betaalbaar. Ook niet voor mij. Maar ik wil je toch even laten zien waar die kosten in zo'n dure premium e-bike zitten. Om dit lijnenspel van het frame, deze naadloze integratie van het balhoofd in die downtube bijvoorbeeld voor elkaar te krijgen, moest Gazelle werken met gietstukken die dan vervolgens weer aan elkaar gelast worden. En dat is veel duurder dan dat je bij een ander soort fiets gewoon een paar buisjes tegen elkaar last. Deze Avignon heeft een uitneembare accu. Vergelijk dat bijvoorbeeld met een designfiets als een Van Moof die een geïntegreerde accu heeft. Bij een accu die je eruit kan halen, moet de accu een behuizing hebben, dat kost geld. Maar je moet het frame ook zo bouwen dat je een aansluiting hebt, dat je een mechaniek hebt om erin te klikken en dat er een slot in zit. Ja, daar zit een prijskaartje aan en dat maakt die fiets ook weer duurder.
De accucapaciteit is ook mede bepalend voor de prijs. De Gazelle Ultimate bijvoorbeeld, die wordt geleverd met een 500 wattuur accu. Maar deze Avignon met een 625 wattuur accu. Ja, dat is goed voor een grotere actieradius, ergens tussen de 60 en 150 kilometer onder normale omstandigheden in een vlak land. Maar zo'n grotere accu betekent ook weer een paar honderd euro meer in kostprijs. Dat is trouwens iets waar je goed op moet letten als je een e-bike gaat kopen. Als je fietsen gaat vergelijken met dezelfde specificaties en de een is een paar honderd euro goedkoper, kijk dan welke accu je voor die prijs krijgt. Want het kan zomaar zijn dat die duurdere, die een paar honderd euro duurder is, een grotere capaciteit accu heeft. Deze grotere capaciteit accu van deze Avignon maakt hem niet alleen duurder, maar ook nog eens een keertje zwaarder. Dit ding weegt maar liefst 31 kilo en dat is echt heel zwaar voor een elektrische fiets. Sowieso wordt een groot deel van de prijs van een e-bike bepaald door de aandrijflijn. En dan bedoel ik de motor, het elektronische brein, en eventueel een tandriem, de naaf en de accu. Dat is al vaak een derde of meer van de hele prijs van die fiets. En met die 65 Nm aan trekkracht kan je aardig tegen de hellingen op fietsen. En dan word je geholpen door de traploze Enviolo versnellingsnaaf. Die is ook weer wat duurder, want dit is de trekkingnaaf. Als je een krachtige motor zoals deze Bosch motor hebt, dan kan je niet wegkomen met een goedkopere Enviolo City naaf. En zo zie je dat kostenplaatje alsmaar groeit naarmate er meer kwaliteitscomponenten gebruikt worden. Nou zit het comfort van deze fiets ook in de kleinste details. Neem nou de hydraulische Magura schijfremmen. Op de Ultimate heb je bijvoorbeeld hydraulische remmen en dan is dat hendeltje eigenlijk gemaakt om te bedienen met twee vingers. En deze die heeft de zogenaamde brede en lange drievinger hendels. En dan kan je gewoon met de volle hand bijna pakken en heel goed doseren. Het remt gewoon heel comfortabel. Wat ook heel comfortabel is, zijn de lederen handvaten. Ja, het is wel een beetje oudbollig, maar die lederen handvaten samen met dit gelzadel en de verende zadelpen, ja, het draagt echt bij aan het comfort. En net zoals de Ultimate is de Avignon uitgerust met de zogeheten binnenbalhoofdvering. Daar had ik kritiek op en daar heb ik nog steeds kritiek op. Dit is gewoon niet hetzelfde als een geveerde volvork. Je voelt nog steeds klappen op het stuur, maar deze Avignon die heeft 55 mm brede banden en die vangen wel de klappen op van het wegdek. En dat verschil tussen brede banden en minder brede banden, ja, dat voel je echt. En dat draagt ook weer bij aan het comfort. Het zijn die kleine details. En niet alleen dragen die banden bij aan het comfort, maar het geeft ook een heel veilig gevoel. Ze liggen namelijk als een plank op de weg. En nog zo'n comfortdetail. Het oplaadpunt zit helemaal boven. Je hoeft niet door de knieën zoals bij mijn Tenways om de stekker erin te pluggen. Ja, het zijn dat soort kleine details die hem comfortabel maken. Maar het grootste comfort heeft de Avignon te danken aan de rechtop zitpositie. Bij de Ultimate zat ik licht voorover gebogen. En als ik dan echt helemaal rechtop wilde fietsen, dan zie je me ook in die video, ja, zo met mijn vingertjes gestrekt. Op de Avignon zit je gewoon heerlijk rechtop, relaxed om je heen te kijken terwijl je door het landschap of door de stad fietst. En mocht het nog niet comfortabel genoeg zijn, dan kan je het stuur zonder gereedschap gewoon aanpassen naar hoe jij het zou willen. Wat betreft elektrisch fietsen en schakelen verschilt hij eigenlijk niet van de Ultimate. Dat komt natuurlijk omdat ze dezelfde motor, dezelfde tandriem en dezelfde Enviolo versnellingsnaaf hebben. Die middenmotor is lekker stil, die fiets heerlijk, heel natuurlijk. Ja, dat is precies hetzelfde. Ik heb nog steeds kritiek op die Enviolo versnellingen. Niet omdat hij niet goed schakelt, maar dit is een soort volumeknop om van hoog naar laag te gaan. Ja, ik hou er niet zo van, gaat ook nog een beetje zwaar. Maar goed, het is toch een fijne versnelling. De Alien koplamp van de Grenoble is trouwens ook terug op deze Avignon. En hoe? Hij is nog groter omdat hij niet alleen feller schijnt, maar hij is ook nog slimmer geworden. Hij heeft een daglichtsensor ingebouwd. Deze koplamp en het achterlicht staat altijd aan als je deze fiets aanzet. En die sensor zorgt ervoor dat het licht wordt aangepast voor dag en nacht. Heel praktisch, heel veilig, maar ook heel lelijk wat mij betreft. In tegenstelling tot het prachtig geïntegreerde achterlicht in deze MIC HD bagagedrager. MIC is een systeem om snel accessoires zoals tassen en zitjes op de bagagedrager te klikken. Heel handig.
En dan zijn er nog deze plastic kappen die ik in de Grenoble video 1959 kappen noem. Vind je ze niet mooi? Maar het zou heel praktisch zijn, zoals ik in de Grenoble video zei, als ik een jurk zou dragen. Maar het zit voorlopig nog niet in de planning. Ik geloof gezellen op hun woord dat zij dit de meest comfortabele fiets in hun assortiment vinden. Met die fijne Bosch aandrijflijn, lekker stil, fiets natuurlijk. En dat rechtop zitten, ja, fiets je gewoon prins of prinses heerlijk door het wijde landschap of door de stad. Het fietst gewoon comfortabel. En je mag ook gezien worden op deze fiets met dit ontwerp. Oké, het is geen design e-bike. Ik vind die koplamp en die kapjes nog steeds niet al te mooi, maar dat zou mij niet weerhouden om zo'n fiets aan te schaffen. Wat mij weerhoudt om deze fiets aan te schaffen is echter die enorme prijs van €4.499. Hij is voor veel mensen gewoon onbetaalbaar, maar waar die kosten vandaan komen, ik begrijp het wel. Het is gewoon een hele fijne fiets met kwaliteitscomponenten. Ja, en je krijgt echt waar voor je geld. Alleen is het wel heel veel geld. Even los van de prijs, wat vinden jullie nou eigenlijk van deze Gazelle Avignon? Laat het me weten in de comments en ik zou zeggen tot de volgende keer. Had je alsmaar hoger en hoger met allerlei kwaliteitscom. En zo groeit dat. Dus die grote capaciteit accu van de Avignon maakt